Belgium will win this. They've come back in the fourth quarter. They win it 62-58. They top the group. They go straight to the game. Ja, dat was ongelooflijk. Ja, want uiteindelijk... Dat was wel zot, ja. We hebben het WK-ticket en dan besef je van... Zo wel geraakt. Er komt nog. Er komt nog. Het is nog niet gedaan. Ineens doe je mee voor die medailles. Ja. En ik weet nog goed dat we daar voor het EK rond gewerkt hadden met Ellen, de mental coach. Van wat zijn je doelen? En wat zou een explosie zijn? Wat zou een... Ja. En wij zijn ja, medaille, maar... Medaille is dat mee akkoord, onze droom. Ja, ja. Maar ik denk dat we uiteindelijk toch vertrokken. Allee, ik had nooit gedacht dat ik ging terugkeren met een medaille op mijn nek. En dat is zo'n geloof dat gegroeid is. Ja, je wint dan die groep. Ah ja, dus je moet dan niet meer die barrage voor in de kwart. Ja. Extra rustig. Dan Italië, een haalbare kaart. En dan is dat je ja, in de halve finale. Spanje, maar dan merk je dat Spanje toch een geoliede machine is die al jaren samen speelt, die Olympische Spelen, dat is, je ziet dat is een machine, die groep is een machine. Dat was voor ons was te vroeg aan om... Niveau. Ja, aan maar niveau, je zag ook dus. Al dat we er dat niet zelf in geloven. Nee, ja, dat is waar. Van het begin van de match hebben we nooit... Het eerste kwart hebben we nog een beetje meegegaan en dan vanaf dan was het... Maar natuurlijk ook, denk ik, ergens een voordeel was, omdat... Griekenland had een extra match door barrage. Griekenland heeft tot de 40ste minuut gestreden tegen Frankrijk. Terwijl dat wij eigenlijk een beetje rust aan kunnen nemen. Ja. Hey, Anne-Kem. Ja. Griekenland had er wel in geloofd tegen Frankrijk tot de laatste minuut. Ja. Ik zei, dat is goed. Morgen moet het tegen. Ja. Maar wetende dat Griekenland onder topspeelster is, was 38, want het is 39 jaar. En een ploeg, ja. Die met veteraan van 35 en plus. Je zag dat zij er fysiek doorzaten op de bronzen medaille en dat wij gewoon mentaal super fris waren. Fysiek super fris waren, want ik denk dat niemand ons binnen match zou gaan. Maar ik heb een keer zware benen dan de andere, maar er waren echt, dat was absoluut. Maar zij vlogen naar die medaille. Zij vlogen naar die medaille, inderdaad. Dat je al bijna aan de rust dan al bijna zijn van pak nog 20 minuten, we zijn er zo dichtbij. En dan het moment. Dat is goed als ze zeker heten. Ja, dat is een match. Ja. En dan, ik vind het ook tof dat we nu zo de jongere generatie meisjes ook kunnen doen dromen van er is iets mogelijk. Allee, als je iets wilt, als je iets van droomt, waarom niet? Waarom kan je daar niet voor gaan? Ja, nu hebben ze ook meer voorbeelden van speelsters die in het buitenland spelen. Emma die WNBA speelt en Euroleague kampioen. Us die spelen in kleinere clubs, maar ook professioneel. En we hebben ook resultaten gehad. We hebben meerdere voorbeelden. Terwijl posities ook. Ja, andere posities. Klopt. Terwijl als ik hier in Ieper speelde, mijn enige voorbeeld was Anne Wouter. Ten eerste is al top of the pop. Ja. Plus is een inside speelster. En dat was ons, die speelde in de top van Europa en in de WNBA. Dat is al direct. Ja, dat is wel niet zo haalbaar. Je vergelijkt je daar niet mee. En ik denk dat jongere speelsters misschien wel wat meer gelijkenissen zien in onze traject. Ja. Ik vind ook dat we zeer breedbaar zijn. Ja, ik zou zeggen, we zijn enorm approachable. We nemen ook de tijd om naar ergens te gaan. Ik heb Jan nu gedaan, niet per voor die kindjes. Ik heb een basketkamper, ik met natuurlijk samenwerking een basketkamp organiseren. En je merkt gewoon dat als je dat overbrengt, dat voor hun. Als je zegt, hoe shot dat voor hun? Ja. Wow, echt. Dat is voor hen is dat is, ja. Maar ja, tijden veranderen is er ook gemakkelijker volgbaar. Ja, dus ik zie dat ook, ik zie social media ook als iets dat je overbrengt aan mensen. En dat is in de vroeger was dat allemaal niet, voor ons was dat moeilijk.
moeilijker om aan te bereiken. En moest misschien een keer een e-mail zorgen en proberen via Vianen, ja, of een brief schrijven. Maar ja, hoe moesten wij om iemand bereiken? Dat was, nu is dat via DM op Instagram en nemen wij denk ik allemaal wat de tijd om te laat staan een match zien of highlights zien van WNBA. Ja, dat was onmogelijk. Maar je doet zo ook dromen, hè, want allee, wij ook op, hier op de fandag bij Ieper. Meisjes, ah, ik ga later ook bij de Cats spelen. Ja, en, dat allee, is prachtig. Ja, vind dat is fantastisch dan. Allee, ja. Of ah, en hoe kan ik ook bij de Cats geraken? Ah, blijven trainen. Ah, ja, oké. Dus allee, dat is zo. Ja, dat is dan maar dat kleine duwtje dat voor hen, of dat kleine zinnetje van ja, als je wel kan je het, dat voor hen. Dat is genoeg voor hen. Maar ik denk dat voor hen misschien is dat fantastisch, maar ik vind dat voor mezelf even fantastisch om dat te horen van iemand die 10, 11 jaar is en die opkijkt. Want ja, ik denk dat we dat zelf soms te weinig beseffen. En ik hoor ook veel de commentaar dat dan voor mij, dat ze zegt, maar ja LeBron, dat ik nog niet, zelf niet weet wat dat we eigenlijk gedaan hebben. Dat ik daar eigenlijk niet, dat ik dat daar nooit mee stoef of dat ik dat eigenlijk nooit. Allee, je had de bronzen medaille, maar ik loop daar ook niet mee te koop. En voor ons is dat een bronzen medaille. Maar het zijn er veel die zeggen, allee, je beseft je dat precies niet dat je brons hebt. Ik zeg je wel. Of misschien niet, ja. We zijn ook gewoon de underdog niet meer. Ja, we gaan met een heel andere approach naar allee, van aan buitenaf. Wij zijn altijd wel die groep. En die, dat is niet dat wij zijn van nu. Hè. Maar je merkt gewoon dat van buitenaf voor veel meer verwachtingen zijn naar ons toe. Mm. Dus nu is het een beetje aan ons om te zien dat we daarmee omgaan natuurlijk. Ja, maar die bronzen medaille is ons niet veranderd, vind ik. Want zijn er veel... Oh. Allee, jawel. Maar ik wil niet zeggen, we lopen nu niet zo te soeven van wij en brons. We hebben al een geschiedenis van nee, elk jaar. Nee, ik denk dat... Ik maar één keer en je kende ons. Dus ik denk dat soms nog... Om eerlijk te zijn, we mogen dat niet vergeten. We zijn in de kwalificatiematch 1 verloren tegen Tsjechië. En dan merk je ook wel van, we zijn niet stilgevallen. Ja, onkloppbaar. Voilà, dus daar was dat denk ik voor ons wel even een keer goed van. Oké, bronzen medaille, kut, nu back to work. Verder bomen op wat we gedaan hebben. Een andere doel gewoon. Ja. Volgende EK is nog belangrijker dan waar de bronzen medaille gewoon. Daar gaat er een Olympisch ticket voor. We hebben nog zoveel om naar uit te kijken, maar het is allemaal nog zo ver van ons. Ja. We hebben nog niets vast. Ja, want ik had al een interview gehad en ze zeiden dat... Ja, en als je dan tegen de underdog van Japan gaat spelen... Ze zijn al 10 jaar aan een stuk de underdog. Wie zijn wij om eigenlijk om Japan als underdog te zien? Voor ons... Het zit er nu altijd een beetje ingebakken dat wij maar kleine België zijn, maar... Wij gaan hier op een andere ploeg als de underdog zien. Dat is heel goed. En dat is perfect zo. Ja. Om zo lang mogelijk blijven. Ja. En dan hoop dat we altijd dezelfde approach gaan hebben van elk kampioenschap en match. Van stap voor stap. En we zien wel. Ja. Waarom komen. Ja. We mogen we niet vertrekken uit Tenerife met het gevoel van... Ja, toen we. En daar houden we nu nog een keer 5 minuten harder gespeeld. Of worden we nog een keer gefocust. Of wat maar voor die bal alleen gedoken. Of, met dat gevoel wil ik niet vertrekken. En dan mag het resultaat nog zijn wat dat is. 0-3, 3-3. Kwartfinale, het mag dan nog zijn wat dat is. Maar ik wil niet met het gevoel vertrekken van... We hebben nu niet alles uithaald dan dat we konden eigenlijk. No regrets. Ja. Maar je weet gewoon niet wanneer dat volgende... Komt er nog een volgende? Voor dat het moment, voor jou persoonlijk of voor de Belgische ploeg, je weet dat niet. Nee, het enige wat we zeker weten is dat er een WK is en België zal er zijn. Maar... Wat er dan op volgt? Dat weten we niet, dat weten we niet. Dus, zeker in de sport kan er van alles gebeuren. De volgende match is altijd de belangrijkste. Ja, en nog niet denken, tweede, derde. Ik denk dat we naar 2K gaan, Puerto Rico, belangrijkste match. Als dat er dan is, oké. Nu Japan, belangrijkste match tussen carrière. En dan zo... Gaan we altijd... Allee. Eigenlijk wel. Weet je, mijn approach naar TK is ook compleet anders dan dat 2K. Je zet stappen, het is groter. Hé. Dat is een droom van iedereen. Ik bedoel, het was al een droom om een 2K te doen met de U17 of de U19. Laat staan een WK met de seniors. Nou ja, dat is de generatie van de dromers hier. De medaille generatie.